Er wordt steeds meer duidelijk over de geheimzinnige raadsvergadering van dinsdagavond. De gemeente Westland wilde namelijk een hotel met congresfunctie in de buurt van de McDonald's in Maasdijk. Maar het bestemmingsplan bood ook ruimte voor bijvoorbeeld een Polenhotel. Daar heeft de raad dinsdagavond in een extra raadsvergadering een stokje voor gestoken. De raad wil het aantal arbeidsmigranten over de gehele gemeente spreiden. Nu is er al een Polenhotel aan de andere kant van bedrijventerrein Honderdland en daarom kijkt men liever naar andere plekken. Pas vrijdag wil de gemeente een schriftelijke verklaring geven over de bijzondere gang van zaken in de afgelopen week. Zo moesten raadsleden hals over kop terug van vakantie komen om de raadsvergadering bij te wonen.